E-Flights is Europa's eerste elektrische vliegschool. We zeggen Europa, maar misschien wel in de wereld. Nergens wordt er zoveel elektrisch gevlogen als bij ons in Teuge, bij Apeldoorn. Wij vliegen met 2 elektrische vliegtuigen, 6 tot 8 keer per dag. We hebben 30 studenten die volledig elektrisch hun vliegbuffet halen. En wij doen ook proefvluchten, dus vluchten van ongeveer een uurtje, waar mensen kunnen ervaren wat het is om elektrisch te vliegen. Ik kan me voorstellen, u heeft het de ervaring met elektrisch vliegen. Ja, zeker. Ja. Ik ben een van de studenten, dus ik vlieg ook. Dus ik ben klant in mijn eigen bedrijf. En ja, het is werkelijk fantastisch. Ik vloog eerst op traditionele vliegtuigen. En toen ik 1 keer had gevlogen met een elektrisch vliegtuig, wilde ik niet meer terug. Ja. Jullie zijn naar Bonaire met een pilot project hier voor Bonaire. Bonaire wil Blue Destination, alles verduurzamen. Wat betekent dit project? Of wat gaat het project voor Bonaire worden? Nou, dat is exact de reden waarom we er zijn. Wij zeggen altijd, we beginnen waar het kan. Daarom zijn we in Nederland ook begonnen met de eerste lichting elektrische vliegtuigen. Je kan er nog maar een uurtje mee vliegen, je kan er nog maar met 2 personen in zitten, maar we zijn wel begonnen. En wij hebben nu meer dan 500 uur gevlogen. En nu zijn we aan het kijken of er plekken zijn waar we dat nog meer kunnen doen. En met name Bonaire was een van die plekken waar mensen al heel erg bezig waren met duurzaamheid. De natuur is natuurlijk belangrijk, het behoud van natuur. Je bent een eiland, dus je kan hier alleen maar komen met de boot of het vliegtuig. Dus die vorm van transport verduurzamen is natuurlijk een heel groot onderdeel van het plan om het eiland te verduurzamen. En dat is exact de plek die wij willen innemen en willen vullen eigenlijk, invullen. Hoe gaat dit in de praktijk gebeuren? Het plan is, het vliegtuig is op de post, zit in de container. Dus die komt half april komt hier aan en het plan is om in mei te gaan beginnen. Met 1 elektrisch vliegtuig op de luchthaven hier. Mensen kunnen dan een vlucht boeken of student worden. Of bestaande piloten kunnen elektrisch leren vliegen bij ons. We proberen zoveel mogelijk partijen die hier al zijn en die hier al bezig zijn. Zoals een onderhoudsbedrijf, Evert-Jan zal er zo meteen meer over vertellen. Mensen die al bezig zijn met solarenergie, opslag, het winnen van energie, proberen we zoveel mogelijk bij ons te betrekken. Zodat het echt een ecosysteem wordt wat we kunnen gaan uitbreiden. Jullie komen vanuit Europa, Nederland, maar waarom hebben jullie Bonaire gekozen? Ja, het is ook een stukje Nederland natuurlijk, maar een heel ander stukje Nederland hebben we ook gemerkt, in zeer positieve zin trouwens. Maar ja, wat ik zei, er is hier al heel veel aan de gang op het gebied van duurzaamheid, dus de mindset is al de goede kant op. En daar kunnen we eigenlijk perfect bij aansluiten. Wij komen hier ook niet iets nieuws doen. Wij komen alleen maar een aanvulling zijn op wat er al in gang gezet is. En het leuke is dat het bij ons echt de praktijk is. Dus veel van duurzaamheid bestaat uit plannen. Veel powerpoints of filmpjes of dingen die nog niet bestaan. En bij ons kun je gewoon instappen. En je kunt een uur lang van die nieuwe wereld kun je beleven.